Laatst las ik dit. Bibliotheek Rotterdam getroffen door cyberaanval. En ik dacht, oké. Maar toen klikte ik op het artikel en kijk, holy shit. Zo zag die bibliotheek eruit na die cyberaanval. Dus, of was dit al zo? Nou, weet ik niet. Maar in Rotterdam konden mensen dus een week lang geen boeken lenen. En dit was dan een bibliotheek, maar dat hacken dat gebeurt ook op macroniveau. Hier, vorige week is de macro getroffen. We kunnen al 8 dagen helemaal niks. En dan zit heel Nederland dus 8 dagen lang zonder treetjes sissie en groot verpakking en koffiecreamer. Dit gaat de verkeerde kant op, dus het is hoog tijd voor... Het avondshow Cybertech Digitaal Journaal, een gloednieuwe rubriek waarin we alles behandelen van digitale ditjes en datjes tot complexe cryptocatastrofes en alles daartussenin. En vandaag dus ransomware. Eerst nog even uitleggen wat het is. Ik heb helaas mijn capuchontrui niet bij me, dus dat laat ik even aan iemand anders over. Ransomware is eigenlijk een virus dat je computer gijzelt en je bestanden op slot zet. En dan vraagt het los geld om weer toegang te krijgen tot die bestanden. Ja, ransomware gijzelt je computer voor geld. En dan niet dat ransomware je computer geblinddoekt, achter in een busje gooit en een bloederig stukje van de spatiebalk naar je opstuurt. Nee, het werkt met software die jouw computer infecteert en op slot zet. En dat bestaat al heel lang. Het eerste voorbeeld van ransomware was in 1989 in België. Maar toen heette het nog geen ransomware. De computer-aids die in een heel rit gebruik is binnengesloten, is niet ongeneeslijk. Ja, computer aids. Het eerste geval was dus in België. Er was nog geen internet, dus die ransomware die stond op een floppy disk. Dat was een soort LP die je met hoes en al in de computer duwde. Je zou denken dat je met een hoes eromheen voldoende beschermd bent tegen aids. Maar de software op die schijf was dus geïnfecteerd met ransomware. En op die floppy disk stond informatie over de ziekte aids. Dus daarom noemden ze het computer aids. En dat je niet denkt dat wij in de jaren 80 alles aids noemden. Zo. Ik ben wat later, er stond een enorme verkeersaids op de A2. Nee, dat niet. En er bestond ook nog geen bitcoin. Gek idee eigenlijk. Dus het losgeld ging ook een beetje anders. Toen merkte ik dat de PC blokkeerde. En dan ook wel degelijk met de vraag dat ik $189 in een enveloppe moest opsturen naar een PO-box in Panama. Wow. Afgeperst worden was zo'n gedoe in de jaren 80. Nou, inmiddels zijn we 30 jaar verder en is computer aids een miljardenindustrie waar iedereen mee te maken kan krijgen. Ook essentiële infrastructuur wordt aangevallen. Een Amerikaanse oliepijpleiding heeft dagenlang stilgelegen vanwege ransomware. Emergency declarations issued in 4 states. With more than 1700 gas stations from Florida to Maryland out of fuel. Out of fuel. En uiteindelijk betaalde het pijpleidingbedrijf ruim $4 miljoen om die computers weer te kunnen gebruiken. In Nederland worden zelfs hele gemeentes gehackt met ransomware. Hier, kijk, de gemeente Hof van Twente is gehackt, terwijl ze al waren gewaarschuwd over hun wachtwoordbeleid. En dan denk je, hoezo wachtwoordbeleid? Was het dan zo makkelijk te raden? Een van de oorzaken van de hack was een veel te makkelijk te raden wachtwoord van de systeembeheerder. Welkom 2020. Ja. Maar ik moet zeggen, dat wachtwoord is sindsdien al 2 keer aangepast. Ga je nooit raden. Ga je nooit raden. En universiteiten, die worden ook gehackt. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden, die van Maastricht. Die hebben uiteindelijk bijna 2 ton betaald, zodat de universiteit weer open kon. En toen de hack voorbij was, zijn ze eerst maar eens de laptop waar het allemaal mee begon publiekelijk gaan shamen. Dames en heren, u ziet hier een laptop staan. Dit is Patient Zero. Patient Zero, dat is de laptop waar het allemaal begonnen is, deze aanval. Met 1 simpele muisklik, een alledaagse handeling, is een enorme crisis veroorzaakt. Het is gewoon jouw laptop, Joost. Ja, het maakt niet uit wie het was, maar goed, hè, denk je zin. Een onschuldig klikje, zo'n grote crisis. Je was het zelf, Joost. En als de Universiteit Maastricht dit soort dingen al niet ziet aankomen, hoe zit het dan met gewone mensen? Hè, die moeten zich toch ook een hoedje schrikken? Ja, ik schrok me de pestpokken. Als we weer gaan, heb ik de stekker eruit getrokken. Ik laat me niet chanteren, ik ga dus niet betalen. En ja, vervolgens heb ik de heer aangeroepen. Ja, nou, ja. Toen zijn de heren langsgekomen en dat lag aan mijn router.
Maar ook particulieren die worden de slachtoffer. Net als kleine bedrijfjes zoals deze drogisterij. Daar plopt in één keer een zinnetje in van computer overgenomen en $300 betalen, dan krijg je je bestanden terug. Wat schiet er dan door je hoofd? Help, crisis. Wat nu? Help, crisis, wat nu? Dat is toevallig ook het motto van Rutte 4. Maar... Maar daarmee heb je natuurlijk niet je bestanden terug. Dus wat veel mensen doen, is gewoon betalen aan die boeven. Maar de politie die is het daar niet per se mee eens. Het moment dat jij betaalt, dan ben je eigenlijk ook de volgende aanval alweer aan het sponsoren. En als iedereen dat blijft doen, dan hou je de keten in stand. Ja, je wil natuurlijk geen criminelen sponsoren. En je kunt ook niet betalen, maar dan ligt je bedrijf maanden stil en dan ben je al je bestanden kwijt. En zolang mensen betalen, blijven die hackers aan de gang. Trouwens, eventjes, waar zitten die eigenlijk, die hackers? In welke landen zitten de ransomware-groepen doorgaans? Nou, ik durf rustig te zeggen, 98% zit gewoon in Rusland. Of in Russisch sprekende staat. Rusland, oho! Van alle landen. Nooit gedacht. En het zijn niet een paar losse hackertjes. Kijk, cybercriminelen lijken zich steeds meer te gedragen als professionele bedrijven. Sommigen hebben een afdeling personeelszaken en zelfs een medewerker van de maand. Sergei, niemand heeft zoveel onschuldige slachtoffers gemaakt als jij. Wat ben je toch? Een gewetenloze klootzak. Gefeliciteerd. Nou, wat gaan we hier tegen doen? Het allerbeste is natuurlijk om te voorkomen dat je wordt gehackt. Dat zegt ook deze beveiligingsexpert. En ja, let op zijn outfit. Als je goed kijkt, kun je zien dat hij er nog een baantje naast heeft. En wat kunnen bedrijven hier eigenlijk van leren? Het belangrijkste is dat ze oefenen. Dus ze zijn nog beter oefenen en beter voorbereid. Ja, leidt toch af, hè? Ja. Hij zei dat bedrijven moeten oefenen voor het geval ze gehackt worden. En dat lijkt me inderdaad slim. Maar vorige week werd bekend dat 1 op de 5 organisaties van zichzelf vindt dat ze niet goed voorbereid zijn op een hackaanval. Dus wat gaan we daar dan aan doen? Nou, dat zie je hier. Alexandra van Huffelen. Die is staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. En wat is dat trouwens voor een rare combinatie? Wat doe je dan? Zit ze voor Amalia op Tinder? Of zo? Nee. Maar goed. Zij is dus staatssecretaris voor Digitalisering. En wat kan zij nou doen aan die ransomware? Nou, sommige mensen die pleiten voor een verbod op losgeld betalen. En dat is keihard. Maar op een gegeven moment is Nederland dan niet interessant meer voor criminelen. Maar het allerbeste is natuurlijk zorgen dat je niet gehackt wordt. Door software te updaten, backups te maken, 2-staps verificatie, dat soort dingen. En neem als wachtwoord geen welkom 2020. Maar welkom 2030, dat raden ze pas over 8 jaar. Maak een aantal basismaatregelen gewoon verplicht. Want ik bedoel, bedrijven die moeten ook verplicht een APK voor de bedrijfswagen. Hè? En werknemers moeten een helm dragen op de werkplaats. En er hoeft maar 1 drempel op je kantoor scheef te liggen en je krijgt een boete van de arbeidsinspectie. Waarom dan ook niet een soort digitale arbo-regels tegen ransomware? Huffel dat even in de wet, Alexandra. En natuurlijk, die beveiliging die wordt nooit 100% waterdicht. Maar dat geeft niet. Als heel Nederland redelijk goed beschermd is, dan richten die hackers zich vanzelf op andere landen. Bijvoorbeeld België. En dat klinkt lullig, maar zo werkt het wel. Hè? Er is een bekend gezegde, je hoeft niet harder te rennen dan een leeuw, als je maar harder rent dan de mensen om je heen. Snap je? En dat geldt ook voor ransomware. Je hoeft niet harder te rennen dan een leeuw, als je maar harder rent dan België. Dus, aan de slag. In België, hou je vast. Computer AIDS is coming home! Dit was... Oké, dat was de video. Let's go. Wat? Oh, je wil eerst de hele aflevering nog terugkijken op NPO Start? Nee, oké, dat is cool. Ik wacht hier wel even.